Collega's, 750 miljoen meisjes wereldwijd kindhuwelijken. Jaarlijks 15 miljoen meisjes. Dat aantal is toch wel verschrikkelijk. Het gebeurt in ontwikkelingslanden. En collega's, ik heb ze bezocht. Zwanger zijnde in een kraambed. Baby's die sterven. Jonge meisjes die lijden aan fistula en nadien verstoten worden. Ik heb ze ook zien wegdragen. Kindbruiden, zwanger geworden, stervend in het kraambed. Dat is wat vandaag de dag nog altijd gebeurt. En daar moeten we op inzetten in de ontwikkelingslanden. Zoals collega Geurens zei, met educatie, met opleiding, met politieke druk op de politieke verantwoordelijken al daar. Maar we moeten ook durven in eigen hart kijken. We moeten kijken, zoals meneer Tarabella zei, ook kijken wat hier in Europa gebeurt. Waar erkennen we de kindhuwelijken? Hoe kunnen we hier kinderen beschermen om niet uitgehuwelijkt te worden? Laten we samen gaan voor nul tolerantie. Ik dank u.